De game-industrie staat stil, de E3 is alweer lang voorbij, er komen geen vette spellen meer uit. Maar hey, dat wil niet zeggen dat we bij Gamersnet niet doorgaan met goede frak. Er is weer een nieuwe aflevering, want er zijn weer nieuwe vragen ingezonden. Waarvoor bedankt. En deze week komt de vraag van Sven D. Of Sven D. In ieder geval, volgens mij heet hij Sven. In ieder geval, Sven, thanks voor je vraag. Sven vroeg ons namelijk de volgende kwestie. En dat was, welke twee games zou jij willen combineren? Tot één. Dat het zeg maar dat je twee, je pakt en dan... En dan is dat één ding. Dus dit is wat we ervan vonden. Oké, Sven, fuck een goede vraag. En we waarderen het ook dat Nintendo met Pokémon Go iets nieuws doet. Maar kom op, weet je, het is echt de inkopper van het jaar. En het is iets waar ik me best wel boos om kan maken. Want Nintendo is natuurlijk wel goed bezig nu met Pokémon Go. En je bent in de echte wereld, je kan echt Pokémon vangen. En ik denk, ja, what the fuck? Het is gewoon mijn straat met een tekeningetje eroverheen. Best leuk om te spelen. Maar wat we al jaren willen, is natuurlijk een Skyrim... En een Pokémon in één. Dat je gewoon echt de Johto, Kanto, whatever the fuck region, je allemaal kan verkennen. Je ziet overal, zie je Pokémon lopen, je kan met gameplay, kan je Pokéballen gooien. Je moet echt battelen tegen andere trainers. Gewoon echt super diepe RPG, dat je alles kan levelen. En ook je gear, weet je, ook levelen. Craften, weet je hoe fucking vet craft is? Ik craft een nieuwe Pokéball. Ja, dat zou super vet zijn. Die gewoon alles wat Skyrim heeft. Hearthstone erin, dat je, of Hearthfire erin. Dat je gewoon je eigen huis kan bouwen. Met je mad verdiende money van al je gym badges. En dat je op een gegeven moment ook zelf een gym kan bouwen. Omdat je helemaal zo goed bent in je dorp. En iedereen denkt van, ja, jij hebt alle gymleaders verslagen. Jij moet nou een fucking gymleader worden. En dat je zelf je icoontje kan ontwerpen. En zelf gewoon je Pokémon erin kan zetten. En gewoon heel de dag eigenlijk gewoon maar zitten en wachten. Maar serieus. Skyrim en Pokémon, dat de Pokémon Company het niet doet, slaat nergens op. En als ze het zouden doen, welk Wii U of welk Nintendo apparaat het ook op komt, het zou een fucking vet verkopende console worden. Ja, Sven, ontzettend goede vraag eigenlijk. Of Sven D? Is het Sven? Of is het Sven D? Ik ben er nog niet helemaal uit met je naam. Anyway, goede vraag, sowieso. Leuk. En ik had meteen iets in mijn hoofd en ik vond het een fantastisch plan en ik heb er al vaker om gezeurd op streams en dergelijke. Maar omdat Peter ook Pokémon had, cancel ik die van mij, maar het was Pokémon meets Viva Piñata. Gewoon dat je ze met ze kan chillen en dat je ze een tuintje geeft en dat je ze gewoon zo vrolijk mogelijk maakt en dat ze lekker ja, gaan huppelen en dat je denkt van nice, gewoon een feel-good game. Gewoon dat je echt gewoon lekker met Pokémon kan spelen en gewoon je hoeft niet te vechten, weet je wel. Gewoon time-out met vechten, rustig aan. Maar goed, Peter zei al Pokémon, dus dan schrap ik die van mij wel. Mijn tweede go-to combinatie, de blend die ik graag zou willen, is Skate van EA Skate. Gemixt met zeg een SSX of met een 1080 Avalanche of zo. Dus dat je een snowboard game krijgt met de controls en de diepgang van Skate. Want voor de mensen die niet weten, Skate heeft echt het hele skateboard game genre geherdefinieerd. Je had natuurlijk alleen maar eerst Tony Hawk en dat was gewoon knoppen rammen en combo's aan elkaar rijgen. En dat was eigenlijk, ja, was wel leuk, maar na een tijdje werd het saai en toen kwam Skate. En Skate gooide gewoon de controls van de voeten en de handen precies in je controle, zodat je echt zo zat van, daar heb je de volledige controle over. En het gaat niet om zoveel mogelijk combo's aan elkaar rijgen, maar weet je wel, net die ene mooie sprong maken, die ene een mooie grab die dan net lukt, dat je denkt van, oh yes, mooie foto's van maken en een beetje jezelf omhoog werken in de skatewereld. Dat wil ik gewoon met een snowboardspel en ik wil gewoon op die berg staan en volledige controle over mezelf hebben en gewoon online met vrienden op die berg gaan cruisen, in een bistrootje gaan chillen, jager thee zuipen ofzo, dat soort dingen, dat je echt een soort van wintersportgevoel krijgt. En ik weet, er zijn games die het een soort van dat trachten te in elkaar te zetten. En eentje daarvan is Stoked, en die heb ik ook gereviewd. Maar die deed het wel, maar dan net niet goed genoeg of zo. Was een beetje, de game had te veel van die kantjes. En je dacht van, En Steep van Ubisoft zou ook inderdaad, dat je denkt van, dat zou een soort van skate in de sneeuw kunnen zijn. Maar daar heb ik ook, ik heb de preview daarvan gedaan. En ik heb wat minder vertrouwen in die game, omdat het mist nog aan heel veel dingen. En de controls voelen ook weer niet zo skate-achtig. Ook al zeggen ze zelf van, joh, het is gebaseerd op skate, maar zo voelde het niet. Dus dat is een beetje een twijfelgeval. Maar ja, als ik twee games in elkaar zou mogen mashen, dan is het dus gewoon een vette snowboard game, zoals 1080 Avalanche of SSX met EA Skate. En dan kan ik wederom vredig sterven. En dan nodig ik iedereen uit om samen met mij te chillen op de berg, jager thee te zuipen, stro, rum, let's go. Backflips doen, 360 no-scopes, dat soort dingen. Je weet het wel. Snowboard life. Sven D, goede vraag. Origineel ook vet.
Ik zat er, ik heb er een tijdje over nalopen denken en ik dacht van, hey, welke twee games heb ik het meest gespeeld? Dat is eigenlijk toch wel Fallout, super vet. De laatste nieuwe heb ik helemaal kapot gespeeld, echt duizenden uren, nou oké, honderden uren heb ik erin gestoken. En daarna dacht ik van, met welke game zou ik dit willen combineren? Welk ander spel heeft mijn leven zo gevormd, heeft mij gemaakt tot de persoon wie ik ben? En toen dacht ik, Cooking Mama, natuurlijk. Hoe gaaf zou het zijn om in Fallout een eigen soort kookshow te hebben waarin jij als Cooking Mama daar staat. Jij staat even ghoul staat te choppen en te hakken. Super vet. Ik zie het zo voor me. Zeg maar gewoon, je bent toch al bezig met je farmpje. Je bent toch groentes aan het verzamelen in Farmville in Fallout. Dus ja, waarom nog niet deze toevoeging? Want ja, zeg nou zelf, in Fallout, je kan al koken, je kan al dingen maken, je kan eigenlijk alles al doen. Dus waarom gaan we die nog een keer een stap dieper bij de volgende Fallout, dat je dan zeg maar meteen ook Cooking Mama kan worden. En misschien ook wel, weet ik veel, automonteur of zo, aangezien je toch die kant op gaat. Ja. Goed, daar heb je het dan. Natte dromen van onze redactieleden. Welke game zouden ze willen combineren met een andere game, zodat er één andere vette, nog dopere game uitkomt? Dat zijn onze antwoorden op je vraag. Thanks voor de vraag, Sven. En vergeet het niet, je mag zelf ook gewoon antwoord geven op die vraag. Welke twee games zou jij willen combineren? Ben je het eens met een van onze redacteuren? Dat mag. Ben je het absoluut niet eens met ze? Dat kan ook helemaal. Verzin je eigen vette samensmelting van twee verschillende games. Wij zijn heel benieuwd naar jullie gekke ideeën. Vergeet ook niet, volgende week is er gewoon weer een nieuwe Goeie Vraag. En dan vragen wij dus aan jullie om weer nieuwe vragen in te sturen. Dus heb je zelf een interessante vraag over games of gaming in het algemeen? Stuur hem hieronder door, laat het weten in de reactie. Je mag een tweet sturen, sterker nog, je mag een complete video insturen. Zodat we die gewoon in volgende week Goeie Vraag kunnen gebruiken. Dus, leuke vraag, stuur ze door, beantwoord de vraag van deze week. En hopelijk zien we jullie dan weer terug volgende week bij een nieuwe Goeie Vraag. Peace!